Hoi, ik ben Limarly Kingsale. Ik ben docent levensbeschouwing op het Stanislaus College in Pijnakker. Als ik in de klas ergens over moet mopperen en vraag wie heeft dat gedaan, dan steekt niemand zijn hand op. Klasgenoten nemen het voor elkaar op. Leerlingen staan naast elkaar, heel solidair. Daar heb ik als docent natuurlijk wel een kleine kanttekening bij. Want je kunt niet solidair zijn als het gaat om dingen die niet goed zijn. Criminelen die elkaar niet verlinken zijn erg solidair. Maar dat is toch niet wat de katholieke sociale leer bedoelt. Solidariteit is een van de vier uitgangspunten van de katholieke sociale leer. Die vier zijn algemeen welzijn, waardigheid van de menselijke persoon, subsidiariteit en solidariteit. Solidariteit is veel breder dan de verantwoordelijkheid voor mensen in je eigen omgeving die je persoonlijk kent. Het gaat volgens de kerk om een wereldwijde verantwoordelijkheid voor elkaar. Dus ook voor de mensen die je niet persoonlijk kent of hebt ontmoet. Alle mensen die nu leven en alle mensen die in de toekomst zullen gaan leven. En die je dus nooit echt gaat ontmoeten, maar voor wie je wel verantwoordelijk bent. We zijn verplicht om bij onze keuzes en handelingen ook aan hen te denken. Wat voor een wereld treffen zij straks aan als wij er niet meer zijn? Als je meedoet aan een klimaatmars, doe je dat niet alleen voor jezelf. Je kaart een probleem aan en vraagt om een oplossing. Daarmee ben je solidair met arme mensen wereldwijd die het eerste en het meeste te lijden hebben onder klimaatverandering. In Nederland hebben we bijvoorbeeld de mensen en de middelen om onze dijken te verhogen. In een arm land als Bangladesh is dat heel anders. Meedoen aan een klimaatmars is dus ook solidair zijn met toekomstige generaties mensen die afhankelijk zijn van een goed beheer van de schepping. In de kerk zijn we solidair met mensen in nood. Problemen die iemand heeft, kan je vaak niet oplossen. Maar je kunt wel naast iemand gaan staan. Laten zien dat je betrokken bent. In Jezus is God mens geworden en naast ons komen staan. Hij is onze broeder geworden. Hij heeft ons laten zien wat liefde is. En zo, zegt de kerk, moeten wij als leerlingen van Jezus bouwen aan een samenleving van liefde. De vier uitgangspunten van de sociale leer van de kerk zijn daarmee onze richtsnoer. Solidair naast mensen gaan staan. Hun waardigheid als persoon respecteren. Volgens subsidiariteit verantwoordelijkheden niet overnemen, maar daar leggen waar ze horen. En dat alles met het oog op het goede voor alle mensen. Dit is de laatste video in een reeks over de vier uitgangspunten van de katholieke sociale leer die ik aan het begin van deze video noemde. Maar je kunt ze in willekeurige volgorde bekijken als je de andere video's nog niet hebt gezien en meer wil weten over de uitgangspunten van de sociale leer van de kerk. Wil je meer weten? Lees de Doeket. En heb je vragen? Mail katholiekleven.nl.